Ik zit in een Bentley uit 1930. Dit is een Bentley 8 liter. Nou, 8 liter slaat natuurlijk op de motor daar. Dat is een 6-cilinder 8 liter. Ja, en het speciale aan deze auto is misschien wel dat hij van Mr. Bentley zelf is gereden. De man heeft er destijds lange tijd zelf in gereden. Maar wat eigenlijk nog veel specialer is, is dat dit de allerlaatste echte Bentley is. Een Bentley waar geen enkel ander merk nog mee te maken had. Niet Rolls-Royce en natuurlijk helemaal niet Volkswagen. En nu zijn we 80 jaar later en nou is er weer een pure Bentley. De Mulsanne. Het is onwaarschijnlijk, maar deze auto is 5,40 meter lang. Dus een centimetertje of 30 meer dan de Mercedes S-klasse. Deze auto weegt 2600 kilo. Dat is ongeveer 500 kilo meer dan de Mercedes S-klasse. Ja, en de Mercedes S-klasse is al geen lullig autootje. En toch, als je dan in deze auto rijdt, dan voelt hij niet zwaar aan. Dan is het niet een hele grote, logge auto. Hier in Schotland zijn de wegen smal. Het enige waar je last van hebt, is dat hij dik 2 meter breed is. Dus je moet af en toe een beetje mikken. Maar het is echt onwaarschijnlijk. Het rijdt, je gaat zitten, je zet de adaptieve cruise control set je aan. Je stuurt een beetje. En als je hem te licht vindt sturen, dan druk je op een paar knoppen. Dan gaat hij zwaarder sturen. Ja goed, dat wil je natuurlijk niet. Want het is een Bentley en het moet comfortabel zijn en zo. En overigens die 2600 kilo... Ik denk dat er een kilootje of 500 is opgegaan aan isolatie. En van die 500 kilo zit denk ik 300 kilo in de wielkasten. Want als ik geen gas geef, dan hoor je zo goed als niets. En als ik dan wel gas geef, dan hoor je eigenlijk ook zo goed als niets. Want die V8 voorin, 6,7 liter groot, nou die doet zijn werk. Dat doet hij eigenlijk helemaal perfect. Maar hij maakt totaal geen geluid. Een heel klein beetje in de verte hoor je hem een beetje brommen. Ja, dat is gedaan om te weten, zodat je weet dat hij het doet. Maar verder is hij absoluut niet aanwezig. Moet je eventjes kijken hoe dat interieur in elkaar zit. Dit bijvoorbeeld, zo'n ventilatieroosje, dat is een balletje. Dat kun je ronddraaien en je voelt precies de juiste weerstand. En draai je aan dat andere dingetje, dan is de weerstand exact gelijk. Hiermee bedien je hem, gewoon met zo'n klein trekhendeltje. Dit is hout. En dat is echt hout. Er zit voor een kilootje of 50 aan hout in. En nou schijnt er één mannetje 170 uur aan zo'n interieur te werken. Dus die doet dat leer, die stiknaadjes, dat hout, al het gro. Is die 170 uur mee bezig voor één auto. Dus als je dan eventjes gaat rekenen, dan kan die er 10 per jaar maken. 10 van die interieurs. En ze verkopen 700 auto's, 700 Mulsannes op jaarbasis. Dus dan hebben ze 70 mannetjes nodig die die interieurs verzorgen. Ik zei het in het begin al, dat dit de eerste Bentley is in bijna een eeuw tijd die volledig in eigen beheer is ontwikkeld. Maar dat is niet helemaal waar. Want Bentley is van Volkswagen en Volkswagen, daar hoort Audi weer bij. En wat gebeurt er als ik op dit knopje druk? Dan komt er een schermpje tevoorschijn. Dit schermpje, dat is precies hetzelfde schermpje als in een Audi A8 zit. Nou is dat geen ramp, want de menustructuur die dus helemaal overeenkomstig is, die werkt perfect. Dan ga je heel makkelijk doorheen, al heb je geen verstand voor knopjes en dingetjes. Je gaat er gewoon hartstikke makkelijk doorheen. Kijk, en als je nou mensen achterin hebt zitten en je wil niet dat zij weten dat jij een schermpje hebt dat ook in een Audi zit, dan druk je op dit knopje. Kijk, en dan zie je de Mulsanne prachtig afgebeeld in 3D op het scherm staan. Helemaal goed. Hieronder zit die oude 6,75 liter motor. En oud, dat bedoel ik mee dat het niet een klassieke motor is, want hij is helemaal opnieuw opgebouwd van binnen, maar in de basis is het die motor die 51 jaar geleden al in de Bentley S2 zat. Nou, en wat hebben ze nou bij Bentley gedaan? Ze hebben die twee koplampen die Bentley S2, die oude Bentley S2, op dezelfde manier had. Dat hebben ze bij deze Mulsanne weer gedaan. Zo'n grote koplamp en dan schuin daarnaast zo'n kleintje.
Ja, en dan krijg je gewoon een hele imposante neus. Met een dikke metalen grill. En ik denk dat het voor een vlieg toch wel een eer moet zijn om daar de dood op te vinden op zo'n grill. Als je dit nou te opzichtig vindt, hè, die Flying Bee, wat ik me niet kan voorstellen, want een Bentley hoort gewoon zo'n ding op zijn neus te hebben. Stel, je wil hem niet, dat kan. Dat is optioneel. Dan laten ze hem weg en dan komt er een heel klein embleempje te zitten. Ik heb wel een klein probleempje ontdekt aan de Bentley Mulsanne. Want waar zit dat knopje om die deur dicht te doen? Kijk, dat is leuk zo'n grote auto. Alleen de deur is ook heel groot en je kunt er gewoon niet bij. Ik heb even gevraagd hoe het zit. Hij gaat niet elektrisch worden, zeggen ze. Je moet je naar voren buigen. Dit hebben ze verstevigd. En dan moet je het op deze manier doen. So be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. I'm a piper by trade and a roving young boy. And many a tune I do play. Dit is toch wel het echte leven, hè? Zit je in zo'n Bentley met je arm op de middenconsole, één hand lichtjes aan het stuur, gangetje 110, 120. Daar heb je de Atlantische Oceaan, daar heb je het Schotse landschap. Rijden, lekker comfortabel zo. En toch, als je nou zou willen, ben je tot echt enorm snelle dingen in staat met deze auto. Hij gaat vreselijk hard. Je hebt 1020 Newtonmeter koppel. En dat is ongeveer, ik denk, 5 keer zoveel als de gemiddelde auto heeft. Ruim 500 pk. Hij gaat ver over de 300 km per uur. Binnen een seconde of 5 ga je naar 100. Het is een auto die tot dingen in staat is. Dat hou je echt niet voor mogelijk als je het uiterlijk ziet. Ja, en waar kun je de Mulsanne dan eigenlijk het beste mee vergelijken? In elk geval niet met de Maybach. Vind ik geen geweldige auto, maar bovendien is die veel duurder dan deze Mulsanne. Dan is er nog een Rolls-Royce Phantom, die is ook duurder. Ja, en het blijft over de Rolls-Royce Ghost. Ongeveer even duur, ongeveer even groot. Ietsje meer een rijdersauto. Het is een auto die je wat meer betrekt bij het autorijden. Ja, deze Mulsanne doet dat ook wel. Dat is ook wel een auto waarin je lekker kunt sturen, waarin je een klein beetje gevoel hebt. Maar het is ook een auto waarin je in alle comfort achterin kunt zitten en gereden kan worden. Nou, hinkt hij dan op twee gedachten? Of heeft hij het beste van twee werelden in zich?